Oké, lieve schatjes, ik ben bij Gideon in Aalsmeer. Gisteren postte hij dat hij vandaag nieuwe vintage in de winkel heeft. Dus Amy en ik gaan even een rondje doen. Ik zie geen rijen of handelaartjes, dus waarschijnlijk wordt het heel leuk. Tot zo. Dit is die loods, zo hé. Hey. En er is dus heel veel parkeerplek en daarachter ook. Hey! Hoe gaat het? Goed. Zo lang geleden dat ik jou heb gezien. Ja, jij bent druk. Ik niet. Echt mega aan mij ligt het niet. Nee, het is echt aan mij. Zo druk ben ik. Amy is zo druk, maar dat is wel goed, want dat is ook money. Ja, zeker, maar ik heb geen tijd voor mijn kunst. Daar baal ik van. Oh ja, nee. Maar dat is met kunstenaars, die kan je niet pushen. Nee, die, het komt wanneer het komt. Is het al opgehangen? Nee, niet. Ik ben bang. Ik ook. Ik ben bang. Jij ook? Vroeg. En dan gaan we naar Doorkas, hoor. Oh, is die open vandaag? Ja, het is dinsdag, toch? Oh, ja. Nee, wacht even. Wij weten precies waar we naartoe moeten. Nog één? Wij zagen foto's van dikke builen vol met vintage. Ja, dat is, ik ben heel benieuwd. Ja, van die grote zakken zagen wij, toch? Kijk, hier, dat is het. Ja, dit is allemaal vintage. That's stock. Ik zie hier geen... Wij zien hier, het is DNL, maar het is alsnog heel mooi. Het is alsnog heel mooi. Jouw maat, Amy, jouw lengte. Oranje. Ja. Het is wel heel Dit staat jou uit. Heel goed, denk ik. Wij ja, D&G. Wij kijken daarnaar, hè. Ja, kijk, dit is dus allemaal vintage wat uit die builen komt, toch? Moet je ook voor werk nog iets? Ja, uit B&B vol liefde. We gaan de mensen nadoen aan B&B vol liefde. Oh, leuk! Dus het moet een beetje, zeg maar, een soort van... Die vrouw met de neef Louis vrolijke jurken bijvoorbeeld. Dat, maar nu is het, zeg maar, het moet een beetje... Hoe noem je dit nou? Zo'n spiritueel persoon. Oh ja. Oh, voor die dansers. Voor die biodansers. Ja. Oh, leuk. Nou, ik ga kijken. Dit is ook wel cute. Dit is ook wel leuk. Niet voor mij, maar dit is wel een heerlijk vintage stopje. Hangen er twee. Wat prijzen? €5 of zo en €2,50. Dit is ook heel cute. Heel klein. XS of zo, denk ik. Kijk, t-shirts. Spirituele dingen, Aim. Ik ga kijken. Ja, dit is wel leuk hoor. Ja, dit komt volgens mij allemaal uit een winkel die Deadstock. Dus volgens mij is dit allemaal ongedragen. Oh, wat is dat? This one is important. People come for it. Kijk hoe leuk zo'n body. En al die tweed blazers. Dit vindt Aim helemaal leuk. Ik hoef dat niet per se. Mij te wollig. Heel mooi. Hang jij het apart daar, wat je allemaal laat zien? Oké. Okay. Ja, ik zeker. Ik hou het niet voor jou. Ja, graag. Dubbele tijdlijn? Hé, wat een mooi ding, hè? Dit vind je wel... Nee. Jawel. Ik het aandoen met die polo krijg? Nee, maar hij is wel waanzinnig mooi. Wacht, hij moet wel te vlog. Hij is best wel Kijk vet, Kijk hoe vet. Ja, maar ik voel me niet goed met kraagjes à la dit. Nee. Als een extra layer. Nee. Thank you. Oh, Eén wil mijn dingen aansmeren. Nee, maar het is wel een goed type. Ja, heel goed. Hier hangt hij ook nog. We kunnen ook twinsies. Schattig. Wat heerlijk. Alles is zo lekker fris. En hier is allemaal jeans. Ja, you know me. Ik ben helemaal met die jeans opeens. Kijken wat erbij hangt. Wil jij ook nog een jeans, hé? Wie is jouw maat? Je weet hoe goed ik dat kan inschatten. Ja. Daar heb je een jeans. Maar deze is misschien beter. Ja, het is wel mooi hoor. Deze heeft vlekjes, deze. Kijk. Oh, dit is L. Dit is een extra. Ja, wil jij hem zelf niet? Ja. Geef maar. Ik hou hem even voor mij, dan ga ik straks deze mee, ja? Even twee dingen aandoen. De kleur. Ja, hier ook. Daar hangen er nog twee. Ja. Alles hangt hier ongeveer in drievoud wel. Ja, dat is wel tof. Ja, ik vind dit leuk, maar ik vind hem dan toch te... Wat vind jij één? Ja, nee. Wel de kleur, maar
Ja, wel de kleur. Te ja. Klein toch nog of zo? Nog veel meer tot de knieën. En lang. Ja. We zijn wel een beetje aan de vroege kant, denk ik. En deze vind ik heel mooi. Ja, toch? Die hangt hier gewoon. Ik stond hier toevallig. Oh, dit gaat niet open. Oh ja. Deze is wel mooi. Ja, achter jou hangen ook al die jassen heen. Die hangt daar gewoon nog een paar keer in die winkel. Oh, ik heb nog andere maat hier. Welke maat heb je? Welke maat staat daarin? Oh, staat er niet. Nee. 44 op het kaartje. Groter. Groter wil ik. Of andere kleur. Groter. Nog groter? Ja. Welke maat is dat? Oh, je kan hem ook reversen. Oh, dan is die leuker. Nee, dan heb je een contrastkraag. Kijk, die kraag is een 10, maar de body is een 6. En dit is geen goede body. Nee, want hij moet meer... poefy, maar dat kan wel. Dan had ik hem... Ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Je wil hem meer puffy hebben. Denk ik, ja. Kaartje aan. Ja, zo op zich. Ja, oh, ik vind hem wel leuk. Ja, ik ga hem niet aandoen. Ik pak hem dan, denk ik niet. Ja, dan. Ik pak dit ook niet. Ja, we hebben dus heel veel, één ook. Maar allemaal voor werk, ze moeten racen mee. Maar we gaan eerst nog kijken wat ze aan het ophangen zijn, toch? I'm ordinaire at heart. Nee, ik ben ook eco. Ik zie een leuke sweater. Maar wat voor letter is het? De R en... De R en de S en de R. Ik weet niet. Buffoon heet het merk. Buffoon. Wat hou jij met cool, joh? Ik kan het niet goed inschatten. Oh, hij is wel cool. Ja, want ik bedoel, kijk. Ja. Gewoon... Ik denk dat je dit wel aan doet. Ja, dat denk ik ook wel. En hij voelt wel lekker. Heel lekker. Maar ja, wat hebben we hier nog meer? Dit. Het is cool, maar ook fucking ordinair op een van. Je kan ook in zo'n... Ja, ik heb hem nemen mee voor een ordinair type. Oh, ik dacht voor mezelf. Nee, dat kan ook. Kan ook wel. En deze ging er ook meerdere keren. Dat is wel deze. Ja. Dat is niet aan. En dan hebben we nog deze. Ik denk dat je... Of de extra large. Dat is wel. Ja, maar dan heb je de extra large dus wel met... Ja, dat vind ik niet zo raar. Hij is wel echt vet hoor. En deze is ook wel echt vet. Ja, we zullen even gaan rondhangen bij waar staat ophangen. Ja. Ze zijn aan het hangen terwijl we er zijn, dus we willen ze niet storen, maar we moeten even kijken wat dat is. Prachtige blazer, hè? Ja, hè? Die zie je niet vaak. En wat is het voor materiaal? Katoentje? Ja, mooi katoentje is het, denk ik. Ja? Ja. Een hele coole stretch cord. Het is een corduroy met stretch. Dat was denk ik toen helemaal hip. We zijn helemaal blij. We gaan even afrekenen, want we kunnen het niet meer dragen. Vooral één niet. Maar dit is voor jouw werk dus. Ja. Is dat dan niet weer te laat, denk ik dan? Nee, dat niet zijn gewoon best op twee wel veel dagen. Dingen. Ja, waar zie jij nog handel? Handel in ik bedoel dat het dan allemaal weer weg is volgende week, bedoel ik. Oh nee, dit gaat niet zomaar weg. Nee? Oké. Okay. Ja, dat probeer ik in te schatten, maar dat is mij niet duidelijk. Want de achterkant is niet leuk. Maar, nou ja, dat lijkt ook niet vintage. Maar we moeten echt. Ja. Hemel daar weer heen. Kijk eens. Hij is heel snel dat hij er dus invalt. Dus dat vind ik dan toch weer onhandig. En daar heb jij trouwens al die vintage baby dingen. Bij de bunker in West. Bij de bunker in West, Eem. Ben je daar al geweest? Nee. Hier zou bij mij helemaal begrijpelijk zijn, hè? Dat weet je toch? Nee, eerst die heb ik echt zo veel. Dus je weet al wat je gaat maken. Ja, ik heb wel ideeën. Oh, ik ben zo benieuwd. Dat is ook een mooi klokje. Oh, naaidoosje. Mag ik eens kijken wat vond ik wel op de bovenkant? Dat jij mooi vond. Oh ja. Mooi, hè? Heb je dat al gedaan? Ik zag het net helemaal niet. Nee, heb ik niet gedaan. Ik vind dit mooi. Wat is dit voor maat? Ik ga het even proberen. Ja, ik weet niet. Klompjes, ja. Heeft iets, toch? Hij wil niet naar beneden. Dit is de joystick, kan je zo. Nou, ja. Ik vind het mooi, maar hij is te groot. Maar het is wel fashionable, toch? Het is helemaal in. Ja.
stukje. Oh, die joystick. Ja, leuk hoor. Oh. Wat enig. Ben je blij met deze camera? Ja, heel blij. Gouden vullingen. Hele dunnetjes. Ik moet eigenlijk van die jaren 80 knallers hebben. Kan hij ook mooi als een soort van accessoire voor die kimono. Misschien toch zo. Nou goed, je ziet het. Hij gaat nog vele plekken krijgen. En dan uiteindelijk hoort hij ergens helemaal thuis. Ja. Ik heb dit aan. Goedemorgen. Ik vind die staarten niet leuk. Ik ga er vlechten van maken. Maar ik ga even laten zien wat ik met Amy heb gevonden bij Gideon in Aalsmeer. Ik wil denk ik die broek aan. Ik heb dit allemaal gevonden, maar ik ga alleen even deze twee nu doen. En de rest later, want ik wil dit denk ik aan. Dit is allemaal nieuw, dus ik durf het wel aan zonder het te wassen. Al is het natuurlijk altijd lekker om alles even te wassen. Maar ik ga kijken of die broek past. Ik ga zo met Bram kringlopen, dus dat zien jullie in de volgende vlog. Ik denk dat deze aan wil. Er hing dus een hele collectie tripperbroeken, vintage. Edwin is dit trouwens. Ook tripper. En andere merken hing er. Maar ja, helemaal leuk. Zo moest dat toch vroeger janken. Maat 38 van deze. Volgens mij vielen denims toen anders dan nu. Past wel. Ja, hij is eigenlijk vrij strak op de waistband. En dan loopt hij dus eigenlijk een soort uit. Ik weet niet, jongens. Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet of ik dit leuk vind. Ik zal hem eens laten zien. Of ik het model cool vind. Hier is het best wel poefy. Hier zit best wel veel volume op een of andere manier. Nou, die kont zit ook niet echt goed. Het is een beetje een mannenmodel misschien. Qua volume. Oké, en ik ga die trui even passen. Gewoon heel vet dat het een gebreide trui is, maar wel met letters erin. Het is een XL. Dit vind ik heel leuk. Jullie? Wat vinden jullie ervan? Het is grafisch. In mijn beleving is dit grafisch dus gewoon heel sterk. Ah. Dus misschien hou ik die trui wel aan. Met dit eronder vind ik ook mooi. Maar dan met een andere broek. Of is die toch wel leuk zo met een wijdere top? Nee, ik weet niet. Oké, ik zie jullie zo. Nee. Oh, ja, jullie zien dus in het volgende fragment de andere kledingstukken. Fokt. Heel negatief, ook het hele weekend. Echt heel licht onvlambaar. Ook net heel redelijk, ja, het is helemaal niet grappig, heel redelijk tegen mijn moeder gedaan. Over een cadeau voor de familie, voor iemand in de familie. Dat ik echt denk, ik ga uit de familie-app stappen. Oh, ik heb een vriendin, ik zal de naam niet noemen, die al meerdere keren uit haar familie groepsapp is gestapt uit belediging. Boosheid. Oh, het is maandag. Normaal gesproken heb ik altijd helemaal zin. Maandag zo van, ja, want dan heb ik vaak die week ervoor dingen gefilmd waar ik zin heb om ze te gaan editen. En nu had ik echt zoiets, oh, ga ik deze dag doorkomen? Ik wilde eigenlijk meteen weer in mijn bed liggen, maar ik ben helemaal niet moe. Dus het is niet dat ik wil slapen. Gewoon niet meedoen. Maar ook daar heb ik zelfs geen zin in. Als je wil wegklikken, begrijp ik dat. Als je geen zin in hebt, kan je nu wegklikken. Ik ga even laten zien wat ik nog meer heb gekocht met Amy bij Gideon Italiaander. Ja, heel leuk om tussen die 90s vintage te shoppen. En ik zei het ook daar tegen Amy, maar ik zag net dat ik het niet heb gefilmd. Is dat het
Kijk, Edies is echt Edies. Dat weet iedereen. Dat zijn die mega volumes, glimmende materialen, drukke prints, grote artworks. Heel oversized. Daarna kwam de 90s. En het is een beetje een ongemakkelijke, lelijke decade. Decennium. Oh my god. Waarin een soort van jongensachtigheid. Deze sweat komt ook uit die tijd, denk ik. Een soort mannelijk, een soort grofheid zit in heel veel van die stuks. Beetje bokkig. Eigenlijk niet echt fraai. Dus de dingen die ik eruit heb gehaald vind ik erg mooi. Maar ik vond lang niet alles mooi. Alsof het voor een jongetje van 4 is, maar dan in een volwassen maat. Dit is een soort van humoristisch bedoeld. Club Charisma. 100% Katane. En Chippendales was denk ik toen gewoon dan ook kwam dat op of zo. Maar het is gewoon een hele mooie kwaliteit. Je ziet heel erg zo die stroken van dat katoen. Dus je ziet heel duidelijk zo die richting van die draden. Wacht, ik ga het naar buiten filmen. Dan zie je het veel beter. Het is heel mooi katoen. Dit stikseltje is heel mooi vlak. En ja, ik ga hem even aandoen. Ja, heel leuk. Het zit hem in het materiaal. De lengte van de mouwen. Ja, het lelijke, zogenaamd grappige artwork. Maar gewoon vintage. Dus ja, heel blij mee. En alles was tussen 2,50 en 5 euro, geloof ik. Deze. Kijk, dit is ook zo'n vintage label, Shirts and More, Punch. En hier staat op Rough. Oh ja, laatst. West Boy, dachten wij, maar het was West Bay. Dat zei Richie dus ook toen die sweater aan. En hij zei, oh cool, West Bay is a cool brand, bla 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 bla, from this and this and this. Zo, West Bay? Oh. Toen zeiden jullie zo, whoopsie. Misschien moet ik gewoon even wat gaan eten. Misschien heb ik gewoon honger of zo. Heel mooi. Kijk naar deze broek. Dat grijs helemaal doorloopt. Ja, en dit is denk ik gewoon helemaal acryl. En dan denk ik, ja, nee, het moet wol en bla bla. Nee, het moet helemaal niet wol. 60% acryl, 30% wol en 10% viscose. En heel vaak wordt heel negatief gedaan over kunstmatige vezels. Maar ik denk, ja, daardoor is hij wel zo lekker luchtig, licht, prikt niet. Ja, dus ik vind dat heel fijn. Ik vind dat soms heel fijn. En rough vind ik natuurlijk gewoon een heel cool woord. Dat hoop ik natuurlijk te zijn. Roughneck. Nee. Ja, in deze vibe heb ik, in deze... God, deze energie heb ik ook geen humor. Sorry. En deze heeft iets van dat lompe wat ik net probeerde uit te leggen. Van, er zit helemaal geen elegance in. Maar toch vond ik deze net helemaal goed. En ik hoop doordat hij zo groot is dat hem ook heel cool maakt. Dit is een gelukstreffertje. Want erg mooi. Want ik zou hebben gezegd, het is een zwarte denim. Die gewassen is. Maar hij is dus gewoon deze kleur grijs. Double Judy. Alles gaat ook fout hier. Hebben jullie ook fout, jongens? Wil je ook een tip? Dan nu is het mooi weer. Maar het hele weekend keiharde regenbuien met windstoten. Dan weer stralend mooi weer. Bam, weer regenbui. Ijskoud. Ik heb het gewoon helemaal met het weer gehad. Nu is het dan zonnig. Ja, nu ben ik pissig. Leuk. Lekker op tijd. Dit staat heel leuk. Ja. Zie je hoe lang die mouw is? Bijna tot halverwege mijn onderarm. En dat maakt hem zo cool. En eigenlijk is dit... Het is vrij lomp, maar toch net wel goed. Oh, ik ben blij dat ik deze heb meegenomen. Want ik had er... Dat zag je op een gegeven moment op... Ja, ik had er iets van 3. 2 daarvan zijn toch weer weg. En deze dacht ik toch van... Ja, het doet maar wel. Ha! Nou, hè? De mooie en de lelijke dingen zie je in deze vlogs. De sfeer is niet goed en de volgende keer vast weer wel. Ik heb nu in korte tijd allerlei, de afgelopen week echt meerdere aanvaringen gehad met mensen. Met mijn moeder.
Weet niet. Richie ook. Okay, waarom moet ik dit nu nog zeggen? Nou, omdat ik ook, ik had met Bram er ook over dat wij het allebei niet erg vinden om de tegenslagen te delen. Alleen de afgelopen tijd, ja, hier komt het misschien vandaan. Afgelopen tijd heb ik 2 grote tegenslagen waar ik veel spanning door heb en druk. En ja, het me echt boven de pet gaat af en toe. En het is dus niet werk, dat hebben jullie gezien. Want dat gaat gewoon goed. Alleen, het zijn ook 2 dingen die ik niet kan delen. Eigenlijk 3 zelfs. Omdat het niet, omdat dat iemand anders zijn privé betreft. Terwijl ik daar normaal heel open over ben. Omdat ik echt me voor niks schaam. Nou, ik schaam wel voor dingen, maar niet voor die, ja, het meeste niet. En nu kan ik het niet delen. Dus als ik dan echt geen zin heb, kan ik eigenlijk ook niet uitleggen waarom het allemaal niet zo lekker gaat. Maar weet dat dat erbij hoort. Namelijk ook bij mij. Alleen kan ik toevallig nu niet over praten. En normaal wel. Dus als je denkt, zo, wat een makkelijk leven. En wat gaat het haar makkelijk af. En ze gaat maar door. Want dat hoor ik zelfs van vrienden. Van wat knap dat jij maar doorgaat. Ja, dat is het vast. Maar er zijn ook genoeg momenten die ik niet film, dat ik het ook helemaal heb gehad. En toevallig zijn jullie er nu getuigen van, want ik wilde nu die try-on opnemen. Dus ja, is dat het even voor nu. Ik wens je een hele mooie middag. Tot de volgende.